Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, gebied langs Libanonweg, bouwrijp gemaakt. Leerkrachten Nikeri komen in aanmerking voor perceel. President Santokki geeft startsein voor projecten ter verbetering van reissector Nikeri en 1300 grondpapieren uitgegeven in Kommewijnen. Als onderdeel van het landelijk woningbouwprogramma LWBP van het ministerie van Openbare Werken is men van start gegaan met het bouw- en woonrijp maken van de gronden langs de Libanonweg in het district Wanica. De lancering van fase 1 van dit project vond plaats op 5 oktober 2024, waarbij 950 kavels bouwrijp worden gemaakt. Tijdens de lancering waren naast president Chandrika Persat Santokki onder andere OW-minister Riyad Noor Mohammed en Marciano Dassai van Ruimtelijke Ordening en Milieu aanwezig. We hebben heel wat projecten geïdentificeerd. Dat zijn projecten die van de staat zijn. Waar percelen zijn uitgegeven. En die percelen niet toegankelijk waren voor de burgers. Tientallen jaren lopen mensen met een beschikking. En ze kunnen geen toegang krijgen tot hun perceel. En als je geen toegang hebt tot je perceel, dan heb je ook geen toegang tot goedkoop kapitaal, wat wij ook gecreëerd hebben om je woning te bouwen. Dus wij hebben gezegd, we gaan die gronden allemaal identificeren. En als regering gaan we zorg dragen dat die gebieden ontsloten worden. En Rehberg is net genoemd. Is het eerste project dat ontsloten wordt. Tweede is Pepperpinweg. Merveille. Weg, wat ontsloten wordt op dit moment. Daar hebben mensen percelen langer dan 15 jaar al gehad. Vervolgens hebben we Krippi, wat ontsloten zal worden. En vervolgens hebben we ook projecten in het district Kommewijnen, Voorburg, wat ontsloten wordt op dit moment in het kader van AHP, Affordable Housing Programma. En daar hebben we Richelieu, waarmee we binnenkort van start gaan met ontsluiten. In Nikeri hebben we een hazardproject waar we al overeenstemming hebben bereikt met ook de contractor. Dat binnenkort ook hazard ontsloten wordt. Dat wil zeggen, we bieden dan woonoplossingen voor de burgers. En welke zijn die woonoplossingen? 1, die burger beslist, ik heb genoeg kapitaal. Ik heb goed vermogen, ik ga zelf bouwen. En dat mag de burger doen. En dat noemde minister van OW net, namelijk zoveel burgers hebben reeds vergunning gehad, een bouwvergunning gehad om te bouwen. Daarin zijn mensen die zelf willen bouwen en niet afhankelijk zijn van iemand. Dan hebben we mensen die zeggen, ja, we hebben een heel zwaar herstelprogramma gehad, hervormingsprogramma gehad, gelukkig goed begeleid door de regering, gelukkig zijn we uit de verschillende crisis. En die mensen zeggen, ja, maar ik heb steun nodig van de regering om mijn huis te bouwen. Daarvoor hebben we overleg gehad met de governor.
Daarvoor hebben we overleg gehad met alle commerciële banken. En daar is het besluit genomen, inmiddels aangepast. Namelijk dat elke persoon een lening kan krijgen tot 1,6 miljoen SRD voor 7% rente. Dat is goedkoop kapitaal. President Chandrika Prasad Santokhi heeft een bijeenkomst gehouden met onderwijzers uit het district Nikeri in Concord Conference Room. De ontmoeting vond plaats op 4 oktober onder leiding van de onderwijzer Rawin Raghunandan. Het staatshoofd heeft hierbij de uitdagingen waarmee de leerkrachten te maken hebben aangehoord en hen persoonlijk toegesproken. De president kondigde ook aan dat de leerkrachten in Nikeri in aanmerking komen voor een perceel om een huis op te bouwen. Dit initiatief is onderdeel van de ondersteuning die de regering biedt aan het onderwijzend personeel. Dit is die boodschap. Breng modern agrarisch onderwijs hier. Jongeren zijn anders. Jongeren hebben gezien hoe ouders hard gewerkt hebben in die sector. 24 uur per dag geploegd hebben in modder. Hoe ze geld verdienen, maar hoeveel uitgaven er zijn. Zij willen andere dingen gaan doen. Maar als je ze in die sector wil behouden, breng modern agrarisch onderwijs. En dan ga je zien dat ze wel daarin gaan afstuderen. En ook daarin professor kunnen worden. En dan wordt familiebedrijf een modern bedrijf. Wordt hele restaurant een modern bedrijf. Gaan er niet alleen rijstproductiebedrijven komen. Ga je niet alleen parboldrijf krijgen. Maar je gaat in Nikeri rijst produceren. Met alle flavors, alle smaken. Die je kan exporteren. Want in Europa, in Amerika, in Canada kookt men niet rijst zoals wij dat gewend zijn. In Pachula en een Haria en een rijstkoeker. Dat zijn ze niet gewend. Wat ze doen, pakje openmaken. Heet water, grups. 5 minuten, klaar. Nou, die dingen kunnen jullie ook produceren hier. En die dingen moeten stimuleren hier zo. Er gaat een tussenhandel ontstaan. Daar zijn die kansen. Voor Nikeri. Maar ook in het toerisme, ook in de visserij, ook in de shorebase, ook in de oil and gas, ook in de bauxietsector, ook in Braziliaanse doorvoerhaven via Nikeri. We hebben toestemming gegeven aan investeerders om een airport hier in Nikeri op te zetten. Daarbij Fai. 100 hectare hebben ze gehad. Nu is er een Indiaas bedrijf die bereid is om een vliegveld, een airport hier op te zetten. Dat is wat we gaan voor lange termijn. Maar dat is mijn laatste boodschap. Willen we de goede ontwikkeling doorzetten, voortzetten? Laten we even niet terugkijken waar het moeilijk gegaan is. Maar hebben we de economie hersteld? Laten we niet vooruitkijken. Met de nieuwe kansen die voor ons zijn. De nieuwe kansen die zijn voor ons en onze kleinkinderen. Maar laten we goede beslissingen nemen op 25 mei. Verkeerde beslissingen gaan leiden tot verkeerde leiders. Verkeerde beslissingen gaan leiden tot verkeerde leiders die ons gaan leiden naar een verkeerde toekomst. En daarom is die datum van 25 mei bijzonder belangrijk. Gaat u goed naar wat voor u en voor uw toekomst, voor uw kinderen belangrijk is. U kunt zelf leiders beoordelen. U kunt programma's beoordelen. Gaat u alle vergaderingen van alle politieke partijen bijwonen. Luister goed naar wat hun visie is, wat hun plan is, hoe ze gaan uitvoeren. We hebben laten zien dat we met nul zijn, met een bankroete land, een land maken met economische groei, met herstel, met oil en gas nu. Leerkrachten, ik ga jullie bedanken voor het werk wat jullie doen, voor de basis die jullie leggen voor onze toekomst, voor de ontwikkeling die jullie brengen aan onze kinderen. En één ding moet u meenemen. Al gaat niemand u waarderen,
u bent waardevol. Begint u zelf te waarderen. En begint u zelf die status te geven. Wij vonden het zeer belangrijk, omdat het na vele jaren het zo is gebeurd dat de president aan de onderwijzers heeft gedacht. Ja, en dat hij naar Nikiri is gekomen om met de onderwijzers te praten. Er zijn een heleboel zaken die niet op rail zijn. Er moeten een heleboel zaken gedaan worden, zodat het onderwijs vlot verloopt. Een van die zaken is dat de leerkrachten het zwaar hebben. Laat me concreet aangeven wat die pijnpunten zijn. Leerkrachten hebben het zwaar. Ze komen niet uit met hun salariering. Er is wel een verhoging toegekend, et cetera. Maar dat is na lange tijd niet voldoende. Waarom ook? Omdat als we een vergelijking maken met die andere doelgroepen, dan vinden wij niet dat ze overgewaardeerd zijn, maar dat wij wat meer moeten verdienen. Gezien dan de kwalificatie van de verschillende doelgroepen. De president heeft een aantal zaken voorgehouden ten aanzien van bijvoorbeeld die ontwikkeling die nog moeten komen ten aanzien van oil en gas. Die heeft ook aangegeven dat de toerisme sector zou kunnen bloeien. De president heeft aangegeven dat wij een zeer belangrijke groep zijn en dat wij dan ook beter gewaardeerd dienen te worden omdat het op long term dan veel voordelen zou hebben of gaat hebben. Die heeft ook aangegeven dat onderwijs de belangrijkste is, want alles hangt af van het onderwijs. Hij heeft ook voorbeelden aangegeven. Hij heeft dan ook aangegeven dat de regering de onderwijs wil steunen met bijvoorbeeld een perceel. Dat ze die mensen dan een perceel kunnen krijgen. Hij geeft ook aan dat hij het beseft dat die onderwijzers het moeilijk hebben. Hij begint alvast een perceel te geven, zodat die onderwijzers dan een huis erop kunnen bouwen, een lening kunnen nemen. En hij heeft een aantal zaken voorgehouden, hoor, van wat we allemaal zouden kunnen doen om dan het iets beter te hebben. Maar laten we hopen, hij heeft aangegeven dat wij dan weer andere gesprekken konden arrangeren via de DC. Dus op basis van die gesprekken, hoe het gaat lopen, dan kunnen we aangeven hoe het zal aflopen. Maar nu kan ik niks aangeven. President Santokki heeft het startsein gegeven voor de uitvoering van 3 belangrijke projecten die gericht zijn op de verbetering van de reissector in het district Nikeri. Het gaat namelijk om projecten die worden gefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Tijdens een ceremonie in het reisdorp Wageningen aan lijn 6 bediende de president een graafmachine om symbolisch de aanleg van een 25 kilometer lange afwateringsleiding op te starten. Middels deze leiding zullen de reisgebieden aan de rechteroever van de Nikeri-rivier verbetering moeten ervaren. De ceremonie vond plaats op 4 oktober 2024. Rechteroever Nikeri rivier bezit een groot potentieel aan landbouwgronden, zeer geschikt voor de rijstbouw, maar ook voor andere agrarische doeleinden. In deze mikken we op de rijstbouw, omdat we in Nikeri de expertise reeds hebben. De boeren hebben die expertise al, maar daar heb je een tekort aan irrigatiewater. Vandaar dat het besluit is genomen in samenspraak met de boeren, van luister, we gaan dit kanaal aanleggen en water bij Wageningen innemen en door het kanaal laten stromen, 60 kilometer lang, om bij het Jamar-kanaal uit te komen dat aan de overkant van Paradijs ligt. En het kanaal moet irrigatiewater aanvoeren en daarmee gaan die boeren die langs het kanaal produceren meer areaal in productie kunnen brengen. Nu, sommige boeren nemen wel risico, maar ze produceren maar 1 keer per jaar, maar 1 seizoen. Ook daarbij lopen ze risico dat ze hun gewas kwijtraken. Met dit kanaal en met die verzekering dat ze over voldoende irrigatiewater zullen beschikken, gaan ze 2 seizoenen per jaar inzaaien, maar dan volledig, tenminste water gaat daarbij dan geen probleem vormen. Dus vandaar dat het initiatief is genomen. We mikken om 10.000 hectare daar in cultuur te kunnen brengen. En natuurlijk, zoals eerder aangegeven, dit gaat een enorme boost geven aan de economie van Nikeri, want dat gaat ons een exportwaarde aan paddy of van rijst opleveren van zeker een
40 miljoen Amerikaanse dollar op jaarbasis. Het heeft allemaal met je gewasverzorging te maken. Hier in Suriname verbouwen wij, zoals we dat noemen, de natte paddy. Deze variëteiten hebben een water nodig om te groeien. Dus met dat er in die watertoevoer een stagnatie ontstaat, dan ga je een probleem hebben. Je gewas gaat niet goed groeien, opbrengsten gaan zullen omlaag gaan, dat willen we niet hebben. Dus vandaar dat het water bijzonder belangrijk is en wij die garantie wel willen geven. We hebben onderzoek laten doen, het gaat om minimaal 120 boeren die een profijt van zullen hebben. Het gaat maar 3 maanden duren. Maar de ondernemer heeft de afspraak dat hij zoveel als mogelijk machines inzet. Want we willen deze droge tijd gebruiken om indien mogelijk binnen 2 maanden, binnen 3 maanden het helemaal ready te hebben. En die heeft al 12 machines ingezet en indien nodig gaat hij ook meer inzetten. Kijk, we hebben daar een project opgestart om de boeren optimaal van irrigatiewater te voorzien. We zijn daar met een overeengekomen dat wij eerst de onderhoud zullen plegen aan de lozingen, de wegen, alle kunstwerken, sluizen, noem maar op. Dat de overheid dat gaat doen en dat zij daarna, middels die waterschappen, welke reeds opgericht zijn, het onderhoud zullen overnemen. Daarover hebben we akkoord. De overheid heeft nu geld kunnen lenen bij de IDB om deze activiteiten te kunnen financieren. En vandaar het vandaag staat zijn is gegeven. En wat vandaag gestart is, u heeft ook tijdens de presentatie kunnen zien, dat gaat ons een 9 miljoen Amerikaanse dollars kosten. Het project is in totaal 30 miljoen, maar het bestaat uit meer componenten. Maar voor vandaag was het belangrijk, de watervoorziening. Het gaat om verduurzaming van je rijstsector. Boeren mogen niet meer klagen over watertekort. Je wilt die sector behouden. Je wilt dat de productie niet omlaag gaat. Wat ik eerder aangaf. Je wilt dat er geen vergrijzing optreedt. Dat de jongeren het niet meer aantrekkelijk voor hun wordt. Dus al deze zaken maken dat wij de duurzaamheid van de sector hiermee kunnen garanderen. Wel, dus nu hiermee is er voldoende aanvoer van water. Het is een kwestie van onderhoud van je lozingen, van je kanalen, van je kunstwerken. En natuurlijk het hele management daarvan. Dat water dat vanuit Wakai dan naar binnen wordt gepompt en vanuit Nanny Swamp wordt onttrokken. Dat water en het management daarvan dusdanig is dat je voldoende water hebt continu. En het beheer. Je mag geen verspilling hebben van water. En indien nodig dat je daar water hebt. Dus als stel dat nu in november de inzaai gaat beginnen en het is nog droog, dan moeten we makkelijk water kunnen pitten uit die loosleidingen. Dus vandaar dat wij die garantie willen bieden voor de duurzaamheid van de sector. In het Shona's Sportcentrum te Komowijnen heeft de formele uitgifte van grondpapieren plaatsgevonden. Tijdens deze ceremonie zijn er 1300 grondpapieren uitgegeven, waarvan 800 toewijzingen en de rest bereid verklaringen. De burgers hebben hun grondpapieren in ontvangst mogen nemen uit handen van president Santokki en minister Dinota Forswijk van Grondbeleid en Bosbeheer. In zijn toespraak benadrukte het staatshoofd het belang van een vlotte afhandeling van grondpapieren. Kan je dan lenen tot 1,6 miljoen SRD
tegen 7% rente. Kan je een mooi huis daar bouwen voor jezelf, voor je gezin. Maar als je zegt nee, je wil nog niet bouwen, dan kan het. Dan wacht je even. Maar die voorziening van 7% blijft. Misschien kan het nog lager worden. Voor het eerst krijgen burgers hun grondpapieren in zulke grote hoeveelheden. Ja, en ik heb ook gezien dat er mensen 20 jaar verwacht hebben, 30 jaar verwacht hebben. En ze krijgen ook hun papieren. Natuurlijk zullen er ook vandaag mensen zijn die niet tevreden gaan zijn. Maar ik ben er niet bij. Waar is die van mij? Ik heb vandaag gesproken met de directeur bij Ramsekoel. Nadat meneer Mohan zegt, ja, zoveel mensen zie ik niet. En meneer Ramsekoel heeft tegen mijn president, inderdaad zijn die namen hier. Maar achter die namen zijn er een paar stukken die ontbreken. We gaan die mensen allemaal benaderen. En ik heb tegen meneer Ramsekoel, ik had niemand benaderen. Dezelfde DNA-leden gaat u uitnodigen. En u geeft hen een stapel. Dit gaat u afhandelen. Dit gaat u afhandelen. Deze, dit is van u gekomen. Dit gaat u afhandelen. Jongeren van Kommerwijn hebben stukken ingediend. Nodig jongeren uit. Deze stapel gaat naar de jongeren. En gaan ze allemaal huiswerk maken. Zij moeten achter die mensen gaan. En zorgen dat die stukken in orde zijn. En weer voor jou brengen. Zo gaat het systeem werken. Als je denkt alles te doen, minister, als je denkt alles te doen. Inodoro. Betrek die structuren. Dat zijn de werkarmen, daarvoor zitten ze daar, zijn volksvertegenwoordiger. Ze moeten werken voor het volk en zorg dragen dat de stukken compleet ingeleverd worden, zodat jullie het kunnen afhandelen. DNA-leden, dat is de afspraak. Dus gaat u maandag uw stapel halen en gaat u dat afronden, zodat we die stukken van die burgers ook kunnen gaan afhandelen. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.